Het hoofdstembureau van Paramaribo heeft vanmorgen een informele bijeenkomst gehouden over de verkiezingsuitslag in Paramaribo. De openbare zitting is gisteren gehouden in de Anthony Nestis Sporthal. Maar vanwege tijdtekort is niet uitgebreid ingegaan op de cijfers. De secretaris van het hoofdstembureau, Shayista Nabiwaks, vond het noodzakelijk om alsnog middels presentaties in te gaan op de zetelverdeling in Paramaribo. Verschillende politieke partijen, als ook de media, woonden de presentatie bij. Eerlijk gezegd, we hadden deze presentatie gisteren. We waren nog niet klaar om 5 uur. En we dachten van, als we dit nog even gaan uitstellen, gaan de mensen klagen. We hadden de PV's al ready voor CHS, dat is het formeel gedeelte. Vandaar dat we besloten dat we dan de PV's die we aan het CHS gaan aanbieden, presenteren. Echter vond ik zelf niet dat het duidelijkheid gaf aan de samenleving. Ik vind zo'n PowerPoint-presentatie altijd overzichtelijk en je zet echt wat de mensen nodig hebben. Mensen willen cijfers zien. Ze willen niet te veel ballast zien, het juridische en te veel tekst. En als docent zelf verzorg ik colleges en je weet waarop men moet letten en wat men wil weten. Dus dat heb ik dan geprobeerd te verzamelen in een PowerPoint en het aan de samenleving te bieden wat het hoofdstembureau in die 10 dagen allemaal heeft gedaan om dit te kunnen verwerken en te kunnen wezen aan jullie. Het heeft 10 dagen geduurd om alle processen verbaal in te voeren. Volgens Nabiwaks had de trage verwerking te maken met diverse factoren. Om eerlijk te zijn, stembureauvoorzitters waren ook onervaren om eerlijk te zijn. Ze hebben ook laat trainingen gehad. Ik mag ook erbij verklappen dat heel veel stembureauvoorzitters de laatste dagen voor de verkiezing hebben afgemeld. Dus u begrijpt, dat is een hel eigenlijk om weer mensen te zoeken. Mensen van de reservelijsten moesten worden opgeschoven. Op de dag van de verkiezing zijn er ook mensen die hebben afgemeld. Op een gegeven moment wilden mensen, de voorzitters van het stembureau, wilden geen voorzitters meer zijn. Ze wilden de verantwoordelijkheid niet op zich dragen. Dus andere mensen hebben toen de plaats ingenomen. En dat eigenlijk een beetje lek aan kennis en kunde om een procesverbaal in te vullen heeft gemaakt dat het zo lang heeft geduurd. Vandaar voorzitter soms 3-4 keer terug moesten komen, want bepaalde zaken waren niet goed gedaan. En ik denk als iedereen een goede training krijgt hoe een PV ingevuld moet worden, ben je binnen 3 dagen klaar voor Paramaribo, trots we zoveel stembureaus hebben. En dit alles heeft dan ook te maken met onwetendheid van de samenleving, want ze weten ook niet wat op de achtergrond dan is gebeurd. Helemaal waar, dat is helemaal waar. De secretaris van het hoofdstembureau, Paramaribo Shayista Nabiwaks. Vanochtend is er een informele bijeenkomst gehouden over de verkiezingsresultaten in Paramaribo.